We zijn hier in de Happy Shrimp Farm op de Maasvlakte in Rotterdam. Hier zijn ze oorspronkelijk begonnen met het kweken van garnalen en het gebruiken van restwarmte uit de Eoncentrale die hiernaast staat voor de verwarming. Een innovatienetwerk is van begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Happy Shrimp Farm. Vooral omdat het een uitwerking was van ons concept agroparken. Het slimme hieraan is dat je afvalstof van de ene gebruikt als grondstof voor de volgende activiteit. Dus dat je eigenlijk kringlopen gaat sluiten, wat heel veel voordelen oplevert voor het milieu. Hier zijn we bij de Ascemtank. Deze garnalen die verblijven hier nog 6 uur om af te zwemmen, eigenlijk leeg te poepen. Ik zal even wat laten zien. Het zit helemaal vol, hoor. Zie je, ze springen alle kanten uit. Ja, nou jongens, hier zit er een nog. Deze garnaal, de witpootgarnaal, is niet agressief, niet dominant. Hij is semi-vegetarisch en hij is eigenlijk ook niet echt territoriaal. Dus het is een soort die we gekozen hebben, ook vanwege de smaak, de groeisnelheid, de voederconversie. En wat dat betreft zijn wij natuurlijk ook happy met deze garnaal. Het oog op stokjes. Hij heeft echt oog op stokjes, ja. Ja. Ze zijn gekweekt zonder antibiotica en zonder groeihormonen, waardoor we ze dus als een biologisch product kunnen verkopen. Maar dit is het allermoeilijkste, garnalen vangen. Op het ogenblik is het een geweldig succes. Ze kunnen de garnalen niet aangesleept krijgen, want zij zijn de enige die hier de garnalen vers weten te leveren. En in andere gevallen worden ze diepgevroren ingevoerd uit bijvoorbeeld Azië. Dan zie je dat het agroproductiecentrum dicht bij die markt, dicht bij die stad, maar ook dicht bij die industrie ontwikkelen, allerlei voordelen oplevert. Kostenvoordelen, want de hele verwarming van het bedrijf vindt plaats met restwarmte door het bedrijf E.ON. Ja, ook eigenlijk de link en de keten naar de stad toe is zo kort dat we een hele hoge kwaliteit en een hele hoge versheid kunnen garanderen. Nou, we lopen hier dus op het nieuwe project Green & Blue en we kweken hier zeekraal, zoute groenten. Wat we hier zien is een systeem wat we boven de garnalen hebben gebouwd, waardoor we dus efficiënt gebruik maken van de situatie. We gebruiken het water van de garnalen om dit te bemesten. We gebruiken de kas als ruimte en natuurlijk ook de warmte en die wordt dubbel gebruikt. We kunnen een hogere opbrengst per vierkante meter behalen. Dit is een bakje zeekraal wat groeit op zout water wat uit de garnalenbassins komt. We halen het niet meer uit de natuur, we kweken het in een gesloten systeem. Dus het heeft een duurzaam aspect. En het is markttechnisch interessant, want wij kunnen dit nu 12 maanden per jaar leveren in plaats van de normale beschikbare 3-4 maanden per jaar. Wat zijn deze vieze groene bakken? Nou, dat zijn eigenlijk bakken met algen die dus groeien op zout water. Naast het kweken van zeekraal zijn we erachter gekomen dat het afvalwater van de garnalen vol zit met voedingsstoffen om algen te kweken. En die algen zijn een hele belangrijke component in visvoer. En we denken ook, en we zijn niet de enige, dat de algen een groot deel van die vismeel en visolie zal gaan vervangen in de toekomst. Het is een kwaliteitsslag, een milieuverbetering en ook een kostenverbetering. Het is een buitengewoon interessant concept, omdat je ziet dat het stapsgewijs opgebouwd wordt. Het op een bijzondere plek ligt in een haven. En dat die kringlopen gesloten gaan worden. En je ziet dat het ook in de markt een uniek product vertegenwoordigt en buitengewoon succesvol is. Dus je ziet het steeds verder groeien naar een agropark zoals wij dat oorspronkelijk bedoeld hebben.